Een maand geleden ben ik opnieuw geopereerd en dan ga je alleen naar zo'n operatiekamer. Je moet alleen van dat rijdende bed overstappen naar het operatiebed. Er zijn allemaal momenten die je alleen moet doen en dat zijn processen. Het was voor mij een cruciaal moment, want ik wist dat ze mijn hart opnieuw in een hartritmestoornis zouden brengen en dat hij stil zou gaan staan. En dan zeggen artsen, oh, dat komt goed, maar dan toch, jij ligt daar. En dan merk ik vooral, u bent er. Juist op het uiterste puntje dat je misschien zoveel vragen zou hebben, voel ik en merk ik, oh, ik ben zo dankbaar dat u juist in deze diepte er bent. En krijg ik heel veel rust over me en vertrouwen. En dan ben ik heel blij dat ik het op dat moment niet moet hoeven te zoeken in mijzelf.